Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel, die helpt. Pieter maakt je huiswerk, hij kan zien als je het onverschrijft. Goedemorgen, 5 VWO Wiskunde A. Welkom bij Wiskunde met meneer Snel. Vandaag ga ik uitleggen hoe je groeipercentages kan omrekenen naar een andere tijdseenheid. Dus laten we even kijken. Het is een beetje tegenintuïtief voor sommige mensen, maar we gaan het gewoon proberen. Stel je voor, iets. Dat is een dubbele i. Iets neemt toe. Of af, hè, maar we doen het even. Het voorbeeld doen we even met toename. Met 7% per week. En de vraag is dan, hoeveel is dat per dag? En hoeveel is dat per 2 weken bijvoorbeeld? Oké, nou, er is een naïef antwoord. Hi, welkom. Alleen dat is fout. En, maar de intuïtie zegt dat veel mensen dat, die denken wel dat dat zo is. Dus dit is wat ik hier doe, is fout. En het is altijd makkelijk om te leren van je eigen fouten, maar ik hoop dat jullie ook kunnen leren van deze fout. Nou, wat schiet je het eerste binnen als je zegt, nou, 7% per week, hè, er gaan 7 dagen in de week, hoeveel procent is het dan per dag? Wat is het antwoord? Wat denk je dan? 1% per dag, ja. Dan zeg je van, nou, weet je, ik ga gewoon, er zitten 7 dagen in de week, ik ga 1/7 keer die 7% doen en dan krijg ik 1% per dag. En dat is fout. Dames, ik ben een mooi verhaaltje aan het houden. Ik weet dat je terug kan kijken op YouTube, maar je bent nu live erbij. Dus kijk gewoon nu ook even mee. Waarom is dit fout? Nou kijk, als ik een groeipercentage heb van 1% per dag, dan is de groeifactor per dag is 1,01. Alsjeblieft. En als ik het dan 7 dagen achter elkaar doe, dan heb ik 1,01 tot de macht 7. En als ik dat uitreken, dan kom je uit op een groeifactor van 1,072 nog wat per week. En dat is 7,2%. Terwijl we hadden gezegd dat het 7% per week was. Dus ja, ik zit er niet heel ver naast of zo. Het is niet een grote ramp. Maar het is wel hier de verkeerde methode. Ik krijg niet mijn goede dingen eruit. Wat moet je dan wel doen? Nou, wat je wel moet doen is zeggen van oké, ik heb 7% per dag. Dus dit noem ik eventjes dag. Bij die dag hoort 7%. Van die 7% moet je eerst de groeifactor maken. Dan zeg je van, oké, de groeifactor van 7% toename was 1,07. Dat weet je nog, toch? En als je nou wil, dit was week. Per week was het 7%. Nu wil je het per dag weten. Nou, dan zeg je van, er gaan 7 dagen in een week. Dus eigenlijk moet ik die groeifactor tot de macht 1/7 doen. Dat vind je misschien raar, maar gaan straks controleren. Dus die 1,07 doen we tot de 1/7. Wat gebeurt er dan? Dan krijg je een getalletje eruit. En dat geeft 0,0097 nog wat. Oh, dus het toenamepercentage is 0,97% per dag. Ja, maar meneer, percentages moesten toch op 1 decimaal? Over het algemeen wel, maar als je dat hier doet, dan krijg je nou net het foute antwoord. Dus gebruik je verstand en gebruik meer decimalen als dat nodig is. Ja. En als je nou hiervan de groeifactor maakt en dit weer tot de macht 7 doet, dan kom je wel uit op die 1,07. Dus je gebruikt... Nee, ik begrijp eigenlijk niet wat je maakt. Oké. Ik krijg een vraag van Zinedine, die zegt van, nou, ik vind het wel erg vaag wat hier gebeurt, meneer. Wat betreft het foute antwoord, Zinedine, kan jij volgen waarom ik hier 1/7 had staan? Ja. Oké. En diezelfde 1/7 die komt hier. Maar ik kan het op een iets andere manier vertellen, waardoor het misschien duidelijker is. Dus waarom komt er die 1,07? Deze? Ja. Ik ben begonnen met die 7%. En vorige les hadden we gezien, als iets toeneemt met 7%, dan komt dat neer op een vermenigvuldiging met 1,07. Dat was dat tabelletje wat we hadden. Even kijken.
Hier, dit tabelletje. Je had een groeipercentage en een groeifactor. Zie je dat? Ja. Dus op die manier ga je van een groeipercentage naar een groeifactor. Oké. Dus je maakt van je 7% een groeifactor 1,07. Ik doe je tot de macht 1,7. En ik snap dat dat een beetje rauw uit de lucht valt voor sommige mensen. Maar kijk, hier deden we de groeifactor per dag tot de macht 7. Dus je kan op een andere manier tegenaan kijken. Je kan zeggen van nou, laten we zeggen dat G is de groeifactor per dag. Lieve mensen, jullie zijn met elkaar aan het praten en dat is niet zo handig tijdens mijn uitleg. Doe dat straks even. Kijk, en als ik die groeifactor per dag, als ik die 7 keer zichzelf doe, zeg maar, dan zou het de groeifactor per week moeten zijn, toch? Want een week is 7 dagen achter elkaar. 7 dagen achter elkaar de groeifactor van 1 dag. Toch? Maar de groeifactor per week, dat was die 1,07. Dus wat je eigenlijk aan het doen bent, is je bent aan het zeggen, ik wil dat g keer g keer g keer g keer g keer g keer g, ofwel g tot de macht 7, gelijk is aan 1,07. Maar jullie weten hoe je dit moet oplossen. Als g tot de 7e 1,07 is, dan is g gelijk aan 1,07 tot de macht 1,7. En dat is wat ik hier heb gedaan, die 1,7. Die heb ik gewoon gebruikt van het foute antwoord. Zie je dat? Oké. Dus je intuïtieve antwoord is fout, maar dat getalletje hier, die 1,7, gebruik je wel bij het goede antwoord. Nu gaan we nog eentje doen, kijken of je die ook kan volgen. De vraag is, hoeveel is het per 2 weken? Nou, eerst eventjes het foute antwoord. Het foute antwoord is er iemand die gewoon 1 keer het foute antwoord kan geven? Als die 7% per week toeneemt, hoeveel neemt het op toe per 2 weken? 14. Nou, dat is natuurlijk fout, maar laten we even kijken waarom het fout is. Kijk, als ik 2 keer die 7% doe, kom ik uit op 14%. Dan zou de groeifactor per 2 weken, zou dus 1,14 moeten zijn. Maar als ik dat ga terugrekenen naar 1 week op de manier die ik had geleerd, hè, dus ik doe hier de groeifactor, de wortel van de groeifactor, ofwel groeifactor tot de macht 1,5. Dan kom ik uit op 1,068. Hè, afgerond. Even kijken. Nou, dat is geen 7. Dus als ik mijn groeifactor van 2 weken ga terugwerken naar 1 week op deze manier, krijg ik het foute antwoord. Hoe moet het dan wel, meneer? Nou, dat is heel makkelijk. Kijk, je weet wat het per week is. Dan had je een toename van 7%. Dat is weer dat schemaatje wat ik hier heb. De groeifactor die daarbij hoort is 1,07. Maar nu wil ik weten wat dat in 2 weken is. Nou, in 2 weken doe je eigenlijk gewoon die groeifactor tot de macht 2. Want je doet 1 week keer 1,07 en dan nog een week keer 1,07. En 1,07 keer 1,07, dat is 1,1449. En het toenamepercentage wat hierbij hoort is dus 14,5%. Dat is duidelijk meer dan die 14%. Zie je dat? En die tot de macht 2 hier, dat is eigenlijk gewoon letterlijk gewoon, ja, ik heb 2 keer die groeifactor, want ik heb 2 weken. Dat is deze 2 weer. Oké, nou, dit is natuurlijk nieuw voor jullie. En ik zelf doe alsof het allemaal heel makkelijk is, maar dat is omdat ik het al 30 keer heb uitgelegd. De manier om hier wat gevoel voor te krijgen, om te kijken of het ook zelf kan, om het een beetje te proberen, is die sommetjes te maken die ik hier heb staan. En straks wil ik daar een paar van bespreken. En jullie mogen straks kiezen via dat rare ding welke ik daarvan bespreek. Zijn er op dit moment nog vragen of opmerkingen over wat ik hier heb zitten doen? Dan stel ik voor dat jullie gewoon zelf eventjes ermee gaan kloten. Nee, wij nog even afscheid. Dankjewel voor de aandacht. Tot de volgende keer. Dag. Dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Stel je vragen snel die huil. Pieter maakt je huiswerk. Hij kan zien als je het onverschrijft. Hij kan zien als je het onverschrijft. Meneer Snel, broer, ja, dat is een feit. HBO of universiteit. Meneer Snel, die zorgt dat jij bereikt. Tienen halen, je zal niet gaan vallen. Deze les is gratis, je gaat niet betalen. Om meneer Snel valt niet te haten. Vertel je moeder of vertel je vader. Ja, dit is les met meneer Snel. Meneer Snel gaat zorgen dat jij die shit snel begrijpt. Yeah.
Thank you.